Dames en heren, goedenavond. Vanaf vandaag tot en met aanstaande vrijdag 5 mei, bevrijdingsdag, brengen we u de programmaserie Verhalen uit de oorlog. Bekende Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren zelf nog kind waren of jonge volwassenen, vertellen wat de oorlog voor hen heeft betekend. Sommigen van hen waren toen de oorlog begon 1, 2 jaar oud, anderen waren al in de 20. Wat heeft de oorlog voor hen betekend? Wat hebben ze gezien en gehoord? En wat hebben deze toen jonge Nederlanders aan den lijve gevoeld? Hoe was het leven in Nederland in die 5 oorlogsjaren? De oorlog die begon op 10 mei 1940. Om 3:55 in de ochtend van de 10e mei overrompelt het Duitse leger ons land. 120.000 Duitse militairen stromen Nederland binnen. En via de lucht worden 2 luchtlandingsdivisies, in totaal 10.000 man, neergelaten om vliegveld Valkenburg bij Den Haag in bezit te krijgen en om de Moerdijkbrug bij Rotterdam te bezetten. Eén van die Nederlandse burgers die door de oorlog in zijn slaap werd gestoord was Herman Kuiphoff, de sportjournalist. Kuiphoff was toen net 20 jaar en leerlingjournalist bij het dagblad De Nederlander. Herman woonde toen nog bij zijn ouders thuis in Voorburg. Ja, op 9 mei 1940 had ik een feestje bij vrienden. Ik woonde in Voorburg. En ik had ook een strenge vader. Goede vader, maar zeer streng. En die wilde altijd dat ik om uiterlijk 12 uur 's avonds thuis was. Ik was 20 jaar. Ik vond dat een onbillijke eis, maar had daaraan te voldoen. Maar soms werd het me wel eens te machtig. En dat feestje was zo gezellig dat ik kwam om 1:30 thuis. Stak de sleutel in het slot, maar het bleek dat er een knip op de deur was gedaan. Toen belde ik, eerst heel voorzichtig en later wat luider. En toen ging boven het licht aan. Ik dacht, hoera, hij komt open doen. En later ging het weer uit. En toen kwam de invloed van mijn moeder weer boven. Die zei, je kan hem toch niet laten staan, die jongen. En toen ging het licht weer aan en even later ging het toch weer uit en het bleef uit. En toen ben ik om het huis heen gelopen en aan de achterkant ben ik over het tuinhek geklommen. En heb mij geïnstalleerd op het terrasje achter het huis. Daar stonden een paar rieten stoelen die niet eens zo gemakkelijk lagen. Maar ach, het was een leuk maar ook vermoeiend feest geweest. En je was jong en je sliep heel makkelijk. Dus ik sliep daar buiten in de achtertuin. Tot ik wakker werd, slechts 2 uurtjes later, doordat er een groot vliegtuig heel laag overvloog. Ik schrok verschrikkelijk, was ook meteen klaar wakker, klom weer over dat tuinhek, liep om het huis heen en belde weer. En toen was binnen 10 seconden, stond mijn vader en deed de deur open. En er werd niet eens wat gezegd over laat thuiskomen. We gingen naar boven, naar het achterbalkon. Achter de slaapkamer van mijn ouders en daar stonden we te kijken en er kwamen steeds meer vliegtuigen over die geen bommen wierpen. Het waren grote jonkers die hadden parachutisten boven Ypenburg uitgelaten. En toen, ik zal nooit vergeten en heb dus ook al heel lang niet vergeten, dat ik toen tegen mijn vader zei, alles is verloren. Want we zagen van die zwarte kruisen op die toestellen, het was duidelijk dat het Duitsers waren. En dat mijn vader toen zei, God is er ook nog. Dat vond ik zo frappant, nog niet eens op dat moment, maar later. Jaren later, toen die oorlog een keer had genomen en het tenslotte het einde van Hitler daar was, toen kon je daar best de hand van God in zien. Behalve ook allerlei andere dingen, maar kon je dat er ook wel degelijk uithalen als je daar een neiging toe had. Was dat niet zo moeilijk. Maar dat vond ik eigenlijk fantastisch, dat die... Dat rotsvaste geloof van, ja, we worden nu bezet, dat kan niet uitblijven, maar het is niet het einde van alles. Frits Bolkestein, de leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, was 7 jaar toen de oorlog uitbrak. In het bijzonder ging het gerucht dat Duitse valschermtroepen, paratroepen zouden wij nu zeggen, in Amsterdam rondliepen om de buurt te verkennen. En dat ze op de huizen tekens hadden geschreven voor hun collega's, zodat die de weg zouden vinden. Ik denk niet dat het verhaal waar was, maar dat deed de ronde.
En iedereen was daar zeer gespannen over. Ikzelf liep buiten te spelen in Amsterdam-Zuid, waar ik toen woonde, waar ik nu weer woon. En ik meende, als 7-jarig jongetje, op de muren van de huizen dergelijke tekens te ontdekken. Dat was zonder enige twijfel onjuist, maar mijn verbeelding gaf me dat in. En toen ik dat zag, ben ik aan mijn moeder een emmertje water en wat zeep en een spons gaan vragen om die tekens die ik dan meende te herkennen, om die uit te wissen. En het merkwaardige van het verhaal is dat de buren mij dat zagen doen, vroeger waar ik mee bezig was. Het verhaal heb ik dus verteld aan die buren. En dat bleek toch zo aanstekelijk te zijn, dat binnen betrekkelijk korte tijd, laten we maar zeggen in mijn herinnering althans zo'n klein uurtje, de hele straat bezig was om de muren van de huizen schoon te maken. Nogmaals, ik denk dat het geen enkele basis had in de werkelijkheid, maar het geeft aan in wat voor hypernerveuze en gespannen stemming iedereen verkeerde, omdat toch veel mensen vervoelden dat we de klos zouden worden en dat zijn we dan ook geworden. De schrijfster Yvonne Keuls was 8 toen de oorlog begon. Zij was net met haar Indische moeder en Nederlandse vader vanuit toenmalig Nederlands-Indië naar Nederland gekomen. Ze woonde in Den Haag. Toen de oorlog uitbrak was ik 8 jaar. Ik zat net in Nederland. En bij het begin van de oorlog, ik weet nog wel dat het 5 uur 's morgens was in die buurt. Prachtige meimorgen. En mijn eerste herinnering is dat ik door het kabaal uit het raam hing en dat ik de parachutisten uit de hemel zag vallen. En dat was iets, dat is nog steeds voor mij een wonder. Ik wist niet wat me overkwam. Ik heb toen ook, dat is de start van mijn schrijverschap geweest, ik heb toen een verhaaltje geschreven dat een hele lange titel meekreeg, De dag dat de mannen uit de hemel vielen. Dat is jammer dat ik dat niet meer heb, maar ik herinner het me wel dat ik mijn emoties moest verwerken als schrijvende. Het was in Den Haag? Waar, Het was in Den Haag. En het is de beroemde eerste 10e mei geweest, waar dus al die parachutisten daalden. Ik vond het natuurlijk prachtig, dat uitbreken van de oorlog, want dat hield dus in dat de hemel bevolkt werd met mannetjes die naar beneden kwamen. Maar de rest om me heen was natuurlijk in paniek. Niet iedereen had een radio. Je ging luisteren bij de buren. En als je met elkaar naar verhalen luistert, dan wordt het natuurlijk nog erger. Je hebt het natuurlijk zien aankomen. Je wist natuurlijk de dagen van tevoren, ook via de radio wist je het wel. Ik weet dat toen ik dat uit de hemel zag vallen en ik daar met mijn verhaal naar mijn ouders toe wilde gaan, ik kan me niet herinneren dat ik ze aangetroffen heb. Dat is de reden dat ik dat op moest schrijven. Ik denk dat ze bij de buren zaten naar de radio te luisteren, denk ik. De acteur Kees Brussen was verbijsterd. In de ochtend hoorde ik lawaai, om 4 denk ik, 4, 5. En ik keek naar buiten en ik zag iets ongelooflijks gebeuren. Ik zag een vliegtuig en plotseling kwam daar rook uit. En ik zag stukken er afvallen en ik zag zo dat vliegtuig naar beneden donderen. Dat was zoiets verbijsterends, dat hadden we natuurlijk nog nooit gezien. En even later kwamen ze, dat beeld zal ik nooit meer vergeten. Dat was zoiets ongelooflijks dat zoiets gebeurde. En daarna begon het, was levensgevaarlijk, want je kon niet op straat eerst. En overal was bekend dat dus die Duitsers in Nederlandse uniformen waren, dus werd voortdurend gepatrouilleerd en je wist niet of het Nederlanders waren en je wilde als jongen al van alles doen, vechten, ja, waar, dat herinner ik me ook heel goed. En de constante angst, spanning eigenlijk die steeds toenam en het raffinement waarmee dat gebeurde en dat is eigenlijk, ik heb wel eens het gevoel dat er nu zoveel experts zijn die vanuit het nu over die oorlog kunnen praten, maar daar een heleboel mensen onrecht mee doen, omdat je je nu niet meer kan voorstellen hoe slim dat toen gebeurde, hoe uitermate geraffineerd dat was, dat allemaal kon gebeuren, dat die Joden werden weggehaald. Dat ging zo langzaam en zo,
onbegrijpelijk. De oud-minister van der Klauw was 15 jaar toen de oorlog uitbrak. 10 mei 1940 was een stralende lentedag. En 's ochtends vroeg werd ik wakker door geluid van vliegtuigen. En ik ging naar, stond op en ik kwam bij mijn ouders in de kamer. En mijn vader die stond voor het raam naar te kijken. En naar de lucht was vol vliegtuigen. En mijn vader zei tegen mij, nou is een grote luchtaanval kennelijk op Engeland. Maar toen zetten we de radio aan en toen hoorden we dat de bommen vielen op vliegvelden in Nederland. En toen wisten we dat het de oorlog was. Ja, die dag, je had natuurlijk ineens geen school meer. Je liep wat rond. Mijn moeder die zei tegen mij, mijn moeder was een hele nuchtere vrouw. Weet je wat, ga jij nog maar een pak kopen? Dat lijkt me wel verstandig, want je weet maar nooit wat er nu verder gebeurt. En ik ging dus naar CNA op de Breestraat om daar een kostuum te gaan kopen. Maar dat was typisch voor mijn moeder om zoiets nuchters te doen. Was het druk bij CNA? Nee, er was geen kip. Er was geloof ik één verkoper en ik was er. De actrice Yoka Beretti was net 12 toen de oorlog begon. Ik lag nog in bed en ik had de wekker gezet op 7 uur of 6:30. Want ik had een proefwerk aardrijkskunde. Ik zat in de 6e klas lagere school. En ik hoor potverdorie ineens de nieuwsberichten beneden in de woonkamer. Ik schrik me dood. Ik ren die trap af. En daar hoor ik dat de oorlog was uitgebarsten. En ik had alleen maar iets van, hiepho, ik hoef niet naar school. Ja, dat is zo schandelijk, hè? Dat is die kinderdroom, weet je wel. Ik hoop dat school afbrandt, want dan hoef ik niet naar school. Geen proefwerk. Voor Dolf Brouwers, al 28 toen en getrouwd, kwam de oorlog als een grote verrassing. Maar je kwam uit een leven. Er was nooit geen oorlog geweest. Wij hadden niets met soldaten te maken. Ik hoefde nooit onder dienst of zoiets ergens. Wij hadden daar helemaal eigenlijk geen verstand van de oorlog. Nee. Maar dat begrip van dat is oorlog, ik denk niet eens dat ik het goed begrepen heb. Het was, ineens was het er. Het drong zich aan je op. Er kwam een situatie die wij niet begrepen. Je kon het niet aanvaarden. Het was verbijsterend, ja, het was verbijsterend. Mensen die op straat liepen, die allemaal liepen te huilen, heb ik ook gedaan. Zoiets van, nou ga je allemaal dood, hè? Weet, zoiets was dat eigenlijk meer. Hè? Want je had helemaal geen verstand van de oorlog. We hadden dat niet meegemaakt. Zat er nog helemaal niets in van Duitsers of zoiets eigenlijk zo. Nee. Dit was een oorlog en dat was verschrikkelijk. Dat was een ramp. Dan kon je doodgeschoten worden en allemaal. Je was je wereld kwijt. Ja. Je was je zekerheid kwijt. Ja. De 6-jarige Rudy Karel woonde in Alkmaar. En hij keek richting Amsterdam. Het was dat 's nachts de hele hemel richting Amsterdam oranje was. En toen vroeg mijn vader, wat is dat? En toen zei ze, hebben alle benzinetanks, daar aan het IJ waar je die grote benzinetanks had, die hele grote dingen, die hadden ze allemaal in brand gestoken, zodat de Duitsers niet aan die benzine konden komen. Dat herinner ik me nog, dat zie ik nog, die gloed zie ik nog voor me. In het diepe zuiden was Jan-Willem Bertens, nu Europarlementariër voor D66, getuige van de inname van Maastricht. Daar staat me alleen maar van bij dat zoiets ging als een sirene. En we wisten dat de sirene, als je achter elkaar ging, toe was er iets aan de hand. En ik kan me nog wel herinneren dat we niet op straat mochten spelen de tijd ervoor. Maar dat spelen, speelde zich alleen maar af natuurlijk in de straat. En vooral van de tuinen van de anderen. Natuurlijk. In je eigen tuin mocht je ook niet komen. Vooral de tuinen van de anderen. En dat staat me wel bij. Want of het dan op dezelfde dag is, want de Duitsers waren heel snel in Maastricht. Net zo snel als 4 jaar daarna de Amerikanen het snelst in Maastricht waren om het te bevrijden. Dat daar tanks kwamen langs. En ook marcherende Duitsers die varen tegen Engeland. Zomaar ze maar, dat bestond ik niet, maar dat heb ik me naar de rand gerealiseerd of werd me naar de rand verteld. En maar die tanks die door de... ik had er nooit van mijn leven een tank gezien, ja wie eigenlijk wel. Dat zijn zwarte mensen in zwarte pakken.
En vlak voor ons huis, daar een tank, er is iets mee en die draait tot grote ontzetting. Iedereen stond al buiten met zijn koepel. En met het hele as wat hij had, vernielde ook dat asfaltdek. En die loop richting de Bertens Kwaadvliegfamilie, want we woonden daar naast elkaar. Maar tot mijn, misschien eigenaardig, tot mijn groot genoegen, rijdt die tank achteruit de tuinen van de meneer die ons ten strengste verbood om maar in de ruimte van 2 meter in de buurt van zijn tuin te kopen. Die werd dus, iedere dag was hij bezig met zijn bloemetjes en mocht ook niet over het hek springen daar, of van de ene de muurtje naar het andere. En in één klap, gerechtigheid, bij wijze van spreken. Dat staat me bij. Die tank heeft daar nog een hele tijd gestaan, want die was kennelijk kapot. En de mensen die uit die tank kwamen, er waren 2, die kwamen uit die koepel. Wat zou er allemaal in die tank zitten? Hoeveel mensen zouden erin zitten? Maar het hield allemaal op, die tank moest er draaien, dus die hele cavalcade, dat hield daar op. En mensen kwamen dichterbij kijken. Mijn vader ook dichterbij kijken. Mijn moeder schreeuwde: kom hier! Papa, de mensen heten niet normaal, maar die heette meteen papa. Zo gauw als kleinkinderen zijn, heten ze ook ineens wel opa. Maar goed, vooruit. En die man heette gewoon Frans. En ik kom daar een vent uit en die springt uit die tank. En mijn vader zat daar vlakbij en die om eruit springt, houdt hij zo op zijn schouder. En die loopt mee met mijn vader naar binnen en die vraagt of hij wat te drinken krijgt. Want die had zo'n dorst, het was zo warm. Dat heb ik dus niet gehoord, maar want ik met stomme verbazing te kijken. En dat naar de rand verteld en toen kreeg hij door die gang lopend, kreeg hij in de keuken, kreeg hij stralende zon, dat kreeg hij Ranja. Ik heb weg zitten kijken hoe ze godsnaam zijn mogelijk. En je wist natuurlijk allemaal dat het allemaal fout was, verkeerd was, maar dat was dan mijn eerste kennismaking als het ware, met Duitsers of met zoals ik dat ervaren heb. Straks in het vervolg van Verhalen uit de Oorlog hoort u ooggetuigenverslagen van het bombardement van Rotterdam. Goedenavond, u bent weer terug bij Verhalen uit de Oorlog. In het eerste deel hoorde u verhalen over het begin van de oorlog. Nu volgt het bombardement van Rotterdam. Dinsdag 14 mei 1940. De Duitse opmars verloopt niet volgens plan. Om een doorbraak te forceren stellen de Duitsers aan de stad Rotterdam een ultimatum. De stad moet zich overgeven of wordt plat gebombardeerd. Terwijl de onderhandelingen nog aan de gang zijn, zijn de Duitse vliegtuigen met hun dodelijke lading al op weg naar de havenstad. De Duitse commandant van het zuidelijke bombardementseskader zag nog op tijd de rode seinkogel, het teken dat er niet gebombardeerd moest worden. Het oostelijke eskader liet haar bommen wel vallen. Het bombardement kostte bijna 900 mensen het leven. Ongeveer 78.000 Rotterdammers werden dakloos. 2500 winkels, 1200 fabrieken en werkplaatsen, 70 scholen, 4 ziekenhuizen en 2 schouwburgen werden in de as gelegd. Generaal Winkelman, de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, capituleert. Marian Berk, de auteur van de succesvolle televisieserie Vrouwenvleugel, woonde toen in Amersfoort. Toch maakte zij het bombardement van Rotterdam van zeer nabij mee. Ik woonde met mijn moeder en mijn broertje in Amersfoort. En Amersfoort werd geëvacueerd naar Alkmaar. Maar mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader die wilde mijn broertje en mij ophalen. En mijn moeder wilde helemaal niet mee. Maar hij zei, nou dan neem ik de kinderen mee. En eigenlijk min of meer onder die pressie is meegegaan. We kwamen dan in Rotterdam, waar al gevochten werd notabene. Parachutisten, ik weet ook niet meer precies hoe dat was. Maar onderweg werden we aangehouden door Nederlandse militairen. En riep mijn vader krijgshaftig: we komen jullie helpen. Wat
tamelijk bizar was. Want ja, wat moest je nou met een gescheiden vrouw en twee kinderen de mariniers gaan helpen? Dus we gingen naar het huis van mijn grootmoeder. Ik woonde in de Taborstraat. En daar hebben we dus de hele ellende meegemaakt tot het finale bombardement, waarna dus ook die capitulatie toen is gebeurd. En er waren dus voortdurend luchtaanvallen, er was voortdurend luchtalarm, dan gingen we allemaal plat op de grond liggen of in het gangetje beneden. En moederdag viel in die periode, ik weet nog dat we op straat gingen, er was een water- en vuurwinkeltje daar, dat is ook zo merkwaardig. Dat er nog warm water en kooltjes voor stoven, kan je nagaan. Wat een andere tijd het was. En toen dan dat finale bombardement plaatsvond, toen zaten wij allemaal in dat smalle gangetje van dat huis waar verdiepingen boven waren. En daar zat de tramconducteur die op een andere verdieping woonde. Die had longontsteking. Die man was doodziek. Zijn hoofd zakte steeds naar beneden. En die mensen hadden al chocolaatjes en biscuitjes. Die werden vertrapt. En de gierende bommen om ons heen, dat maakte dat die mensen helemaal verlamd waren van schrik en gingen bidden. Lieve God, Satan komt ons halen, red ons, Heere Jezus. En mijn moeder, die zag dat die mensen niet meer in staat waren tot handelen. Ik ging daar krachtig tegen in. Ik begon ontzettend hard te vloeken. Geef ik deze jullie helemaal besodemieterd. En daarbij trok ze steeds dat neerzakkende hoofd van die doodzieke man. Trok ze aan zijn haar zo omhoog, als een soort tegenactie. En op een gegeven moment kwam er een soldaat ons waarschuwen dat we het huis uit moesten. Omdat daar boven een brandbom was gevallen. En mijn grootmoeder van vaders kant was totaal in de war. Die wilde nog een schoon korset gaan aantrekken. Kun je nagaan hoe die mensen totaal verwilderd waren. Uiteindelijk gingen we dus naar buiten. En aan de overkant was de boel helemaal kapot. En ik zag daar ook een man hangen in het skelet van het huis. Jammeren. We werden de straat uitgevoerd. En ik meen op de Lusthofstraat stond er een vrachtauto. Die bracht de vluchtelingen buiten de stad. En er was een beeld wat mij waanzinnig schokte toen als klein meisje van 7 jaar. Daar waren winkels, daar was een chocoladewinkel en een schoenenwinkel. En daar stonden mensen te plunderen. Door die kapotte ruiten stonden ze hun zakken vol te laden. En ik dacht al, die zijn helemaal gek, want ze moeten vluchten. Maar toen je daar zat onder die trap, of jullie, je ouders? Nou, we zaten niet onder de trap, we zaten op die trap. Ja, zo'n opgaande trap, ja. Gewoon, weet je wel. Dus dat was, ja, dat was het een stenen trap? Dat was een houten trap, volgens mij. Ja. En een gezamenlijk portiek, of niet? Ja, dat was zo'n stoep met een deur. Dan kwam die binnen en dan voerde het huis. Ik meen dat er 3 verdiepingen had, geloof ik. Mijn grootmoeder op de 2e of de 1e verdieping. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Maar je zat in ieder geval vlak bij de voordeur? Ja, het was de bedoeling dat je dan vluchtbaar was. Ja. Nee. Met je koffertje. Met die koffer en met eten, zakken eten en zo. Ja. Ik weet ook dat ik heb door die oorlog en door de honger die ik heb geleden in de oorlog, had het iets met eten gehad. En dat beeld van die vertrapte Mariakaak en die chocolaatjes, dat toen al iets, dat ik iets had van wat zonde. Ja. Vreemde bijgedachten. Ja. 7 jaar oud. Ja. Maar luisterden je ouders niet naar de radio bijvoorbeeld dan? Ja, ja, de radio stond de hele dag aan. Want dan hoorde je weer parachutisten geland, beschietingen. En daartussendoor zong Jozef Schmid. Dat was een Joods-Duitse zanger die gevlucht was in Holland. En die zong dan met dat Duitse accent. Ik hou van Holland, met zijn bossen en zijn haai. Dat was heel macaber. En we hadden een spelletje, dan wonden we iets op en dan trokken we ratelend af. Als kinderen. En zaten we daar, was er weer luchtalarm, zaten we binnen. En dan werden die volwassenen helemaal gek van. Ze zeiden, houd ermee op. Want die zenuwen waren tot het uiterste gespannen. Maar als je 7 bent, is het hele directe alleen van belang. En dan was je niet bang. Maar na dat bombardement, we zijn door de stad uitgevoerd. We hebben 's avonds zijn we ergens ondergebracht. Ik herinner me ook nog die horizon, die vuurrood was van de branden. En die ondergaande zon. En daarna ben ik de hele oorlog als de dood geweest voor schieten en voor bommen en voor... Oh, dat was een nachtmerrie. Wie op dat moment ook in Rotterdam woonde, was de net 8 jaar geworden Hans Boskamp. Nu een gevierd acteur en één van de sterren in de musical My Fair Lady. Je moet goed begrijpen, wij woonden in Schiebroek. Dat ligt dus zeg maar 2 kilometer van Rotterdam vandaan. En in die tijd, Schiebroek is nu vastgebouwd aan Rotterdam, maar toen was van ons huis, de Adrianalaan, had je dus een hele open vlakte tot aan de Kleiweg, waar de stad begon. En ik weet nog wel dat, ik was toen 8 jaar, ik was 7 mei net 8 jaar geworden. En 's morgens toen het bombardement begon,
toen kwamen die vliegtuigen, die Stuka's, die kwamen dus in grote escades, kwamen ze dus over ons huis heen, richting stad. En er werd natuurlijk ook op geschoten. Dus het was een enorm kabaal, flaks, noem maar op. En op een gegeven moment was er één vliegtuig die liet dus, ja, wij wisten niet, we dachten het is een bom, die liet dus een hele grote vuurrode bal lieten ze vallen. Wat later bleek dus een lichtkogel geweest te zijn, dus aan een parachute. En toen zijn we het huis uitgevlucht. En mijn moeder, die was invalide, die was verlamd aan één kant, op een brancard dus. En mijn vader en mijn twee jongere broertjes, die toen 4 en 3 jaar oud waren, zijn we dus het land opgevlucht, ook met alle buren, zijn er plat op de grond gaan liggen. En dat geluid van die vliegtuigen die overkwamen, en je zag die stad, die zag je dus gaan branden. Gewoon met enorme rookwolken en een waanzinnig lawaai, zelfs op die afstand. En we zijn die dag, dat was de 14e mei dus, er zijn 2 bombardementen geweest, 2 aanvalsgolven. 1 's morgens, 1 's middags. En we zijn dus de hele dag zijn we daar op dat veld gebleven. En op een gegeven moment kwamen we dus, er was natuurlijk enorme paniek. En ze hebben dus een soort feestgebouw, Arcadia heette dat bij ons, vlak, dat is 100 meter van ons huis. Dat hebben ze ingericht als noodhospitaal. Toen kwamen dus de berichten of mensen die auto's hadden dus de gewonden op wilden halen. Want het ziekenhuis was gebombardeerd op de Koolsingel, op de Schiekade. En mijn vader is toen weggegaan en is dus een paar keer heen en weer gereden. En het vreemde is van dit, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, dat ik heb een vrij goed geheugen, al zeg ik het zelf. Maar mijn herinnering begint eigenlijk met die vuurkogel boven ons huis. De hele lagere school voor die tijd, alles wat er gebeurd is. Daar kan ik me een hele kleine flarden van herinneren. Een voorbeeld bijvoorbeeld is dus dat Joke Meijering, die heet nu Joka Beretti, was een buurmeisje van me. En daar heb ik toch mee gespeeld en dat weet ik helemaal niet meer. Zij wist het nog. Hoor jij die vliegtuigen nu nog? Nou, nu niet meer, maar ik heb er dus tot zeg maar zo'n 5 à 10 jaar na de oorlog nog. Werd ik af en toe wel ergens wakker dat ik in een ene recht op mijn bed zat en weer die geluiden hoorde en die vliegtuigen. En het heeft een enorme indruk op me gemaakt. Wat was je vader toen? Mijn vader was uiteraard acteur en die had dus hij had samen met Octa van Aarschot de Tivoli, de Schouwburg, dus op de Koolsingel. Daar speelden ze al 10 jaar, vanaf 1930 speelden ze daar operetten. En die hadden ze dus gepacht en die bespeelden zij. En die is ook gebombardeerd uiteraard. En ik had ook een reuze pech, want ik had voor mijn verjaardag van mijn kinderkamer, hadden ze een ander gedeelte van het huis hadden ze verbouwd. En daar zou ik een echte meisjeskamer, hadden we ook samen uitgezocht. Maar die werd toen prompt, dat gedeelte van de Bijenkorf werd weggebombardeerd. Dus dacht wij, meisjeskamer. Nou, ik heb later toch nog wel een meisjeskamer gekregen. Maar niet die ik uitgezocht had bij de Bijenkorf. Jouw cadeau stond in de Bijenkorf op jou te wachten? Nee, dat zou vrijdags gebracht worden. Op die oorlogsdag. En zaterdag had ik mijn partijtje. Dan zou die kamer daar pontificaal staan. Maar dat ging allemaal niet door. De oud voetbalinternational Faas Wilkes is ook getuige van het bombardement. Ik was op het Noorderhavenkade, kanaal. Sorry, het Noorderkanaal geloof ik. En daar was een stuk land, zoals dat vroeger veel was natuurlijk. En daar waren we aan het voetballen. En toen op een gegeven moment ontdekten wij iets. We zagen daar iets gebeuren. En achteraf bleek dan het bombardement van de Duitsers op Rotterdam te zijn. En er was natuurlijk veel rook, veel vuur. En wij zijn gestopt met voetbal. En we zijn die richting heen gegaan. En we zijn er ook vlakbij gekomen. En toen zagen we pas wat voor verwoesting dat er aangericht was. Wat zag u? En waar puin, alles in puin en huizen kapot. En noem maar op. Wat een bombardement kan doen natuurlijk. Hè. En dat was verschrikkelijk. Maar we kwamen er niet helemaal vlakbij. Want dat was inmiddels natuurlijk al afgezet natuurlijk. Hè. Dus, maar we zagen wel, omheen van afstand, dat een verschrikkelijk iets was. Ja. Werden er gewonden uitgehaald? Dood? Dat hebben wij niet gezien, nee. Want we mochten niet verder komen en op een gegeven moment ga je dan toch maar weer terug. Want je hebt er veilig niks te zoeken. Het grootste deel van mijn vrouws familie, die woonde in Rotterdam. En nog wel in de binnenstad waar het allemaal gebeurd was. En dat heeft mij ook direct de gedachte bezorgd om
Ik had toen nog fietsen natuurlijk allemaal. En toen ben ik direct met mijn vrouw. De vrouw op de fiets, ik op de fiets en voorop een zitje voor mijn dochtertje toen. En toen zijn we helemaal naar Rotterdam gefietst. Vanuit Den Haag? Ja, van hier vandaan, ja. En direct om te kijken, ik wilde het gelijk, dezelfde dag nog ben ik gegaan. Nou, het is iets vreselijks geweest, want de mensen wezen echt erop de kop, dat weet ik nog wel. Ja, dat ik dat deed, want het was levensgevaarlijk natuurlijk, hè. Dat schiet onderweg en bommen en allemaal. Ja. U reed die bommen? Ja, ik reed, maar ja. En die Duitsers, kwam je dan tegen eigenlijk al. Ja. Ja, ja. En in Rotterdam was het helemaal een chaotische toestand, allemaal rook en brand. Maar ik ben doordat ik goed de weg wist in Rotterdam, ben ik er toch nog gekomen. Maar het was allemaal al verbrand. Maar niet dat ik gelukkig de familieleden kwijt ben geraakt van mijn vrouw of wie eigenlijk niet. Die hebben het overleefd? Ja, die hebben het wel overleefd, maar die hebben het dan wel op hun manier gemaakt dat ze wegkwamen natuurlijk. Maar het was een chaotische toestand. En hun huis? Huh? Hun huis? Het was ook weg. Jawel, dat was allemaal. Het was het hartje van de hartje stad. Hè? Ach, ja. Dat blijkt wel, want ja. Na de hand is dat ook helemaal weg, dat is verbouwd. Ja. Daar is de nieuwe binnenstad eigenlijk. Wat herinnert u zich, want er moet toch een rare tocht geweest zijn. U met uw vrouw op de fiets, een kindje voorop. Ja. En u reed eigenlijk tegen de stroom in, denk ik. Ik weet nog goed dat ik toch ook wel bij mezelf moest denken. En ik was al zo'n beetje zo'n doorzetter. Maar ik weet wel dat toch dat ik bij mezelf moest denken, ben jij nou wel wijs? Want de stukken brandend hout kwamen naar beneden van die huizen waar ik langs fietste. Dan ben je toch ergens, ja, je zou bijna zeggen, niet goed wijs. Ja. Maar ik wilde zo graag naar die mensen toe. Ik wilde dat direct zien. En dat heb ik dan ook gehad ook. Ik heb het meegemaakt. Het resultaat is wel dat je het nooit meer vergeet. Nee. Vergeet je nooit meer. Die huizen allemaal, die vlammen en dat gillen van die mensen. En die mensen die uit die huizen sprongen, dat ben je toch niet meer vergeten, nee. Nou, ik was leerling verslaggever op een krant in Den Haag, de Nederlander. En midden in die vijf oorlogsdagen hebben we ook nog wel eens een soort redactievergadering gehad. En Toen zei de hoofdredacteur, die zei, ja, ik kan jullie eigenlijk geen opdrachten geven. Het was een volstrekte chaos, hè, in het land. En je wist niet of die krant uitkwam. De ene dag een heel klein krantje kwam eruit, de andere dag kwam er niks uit. En hij zegt, maar als jullie iets voor de krant kunnen doen, of het eventueel combineren met iets privés, want dat privé dat gaat nu eigenlijk voor. Dan is mij dat wel heel aangenaam. En hebben jullie plannen? En toen zei ik, nou meneer, ik zou wel graag naar mijn familie in Rotterdam willen. Het was familie van mijn moeder. En daar konden we geen contact mee krijgen. En we wisten van dat bombardement, op die dag van dat bombardement. En we wisten niet of ze leefden of dood waren. Nou, en toen zei hij, nou prima. Dus ik stapte op de fiets en reed langs Ypenburg. Langs tientallen dode paarden, herinner ik me. En ook langs tientallen, niet neergestorten, maar gelanden op de weg Den Haag-Rotterdam of naast de weg in het weiland van Duitse vliegtuigen. Dat op zichzelf was toen al van een jongen uit een volk dat op het gebied van oorlog niets gewend was. Was dat al iets uitermate spectaculairs. Goed, al fietsend kwam ik in Rotterdam en dat moet de vijfde dag van de oorlog zijn geweest, de laatste dag. En Rotterdam, ja, spookachtige, met name de binnenstad, spookachtige aanblik. Overal branden, overal gebombardeerde huizen, fabrieken. Nou ja, fabrieken misschien niet eens, maar opslagplaatsen in ieder geval wel. En Duitse soldaten die het verkeer regelden en zo. En ja, daar fietste je dan met wijd open gesperde ogen van verbazing, fietste je dan langsheen. En ik ben nog nooit zo welkom geweest bij mijn familie als toen.
Want die wisten ook niet of wij leefden in Voorburg of dood waren. En dat was ook een dat hele schouwspel van dat brandende Rotterdam. Was een enorme indruk, maakte dat. Was hun huis geraakt? Nee, was niet geraakt. Dat was op Feyenoord woonden zij, langs de Maas. Hè. Nee, was niet geraakt. Er was, en iedereen was gezond en wel. Zij het ontdaan. Heb je nog geschreven voor de krant? Ik heb een stukje gemaakt, maar het is er niet ingekomen. Want toen is die ook niet verschenen, voor zover ik me nu herinner, hoor. Ja. Wat voor krant was het, de Nederlander? Christelijk Historisch Dagblad voor Nederland was de onderkop. En het was een landelijke krant, had maar 9000 abonnees. En was, ik weet wel dat op een gegeven moment Jonkheer de Geer was minister-president in Nederland. Hè, toen de oorlog uitbrak, is dan ook zij het onder protest mee naar Engeland gegaan en vrij snel weer teruggekomen. Omdat hij dacht dat de oorlog verloren was. Maar die periode vlak voor de oorlog had hij Colijn opgevolgd als minister-president. En toen op een gegeven moment komt de hoofdredacteur van de krant binnen. En op de redactie en die zegt, Kuiphof, zou jij even naar het Haagse Bos kunnen? Mooi weer, ik wil best naar het Haagse Bos, maar wat doe ik daar? Daar zit meneer de Geer een hoofdartikel te schrijven op een bankje in het Haagse Bos. Het leven in Nederland, ook van de autoriteiten, dat was toen toch uitermate simpel. Hè? Op een bankje en inderdaad, hij zegt, dan moet je dat en dat pad moet je inslaan en het tweede bankje links, daar zit hij. Nou, hij had een enorme snor, net als Gerbrandy, had ook zo'n snor. Dat hij was ook wat dat betreft makkelijk te herkennen. En inderdaad, daar zat hij en hij was wel bereid. Want dat mocht dat hoofdartikel, dat was zo woest belangrijk, dat kon je niet door een loopjongen laten halen. Maar wel door de jongste kracht van de redactie. De bezetting van Nederland verliep in het begin rustig. Er was weinig verzet tegen de Duitse bezettingstroepen. Het Nederlandse volk had het bericht dat de koninklijke familie op 12 mei 1940 het vaderland had verlaten met gemengde gevoelens ontvangen. De Duitsers waren dan ook volkomen verrast toen de verjaardag van prins Bernhard op 29 juni uitliep op een demonstratie van vaderlandsliefde. Op die dag droegen velen een witte anjer in het knoopsgat. De Nederlandse driekleur werd uitgestoken en bij monumenten van leden van het koninklijk huis werden bloemen gelegd. Chris van der Klauw was een van de velen die zijn oranjegezindheid toonde. Er was een geweldige stemming anti-koningin Wilhelmina vlak na de capitulatie. Ze voelde zich in de steek gelaten. En Leopold van België, die gecapituleerd had en gebleven was, dat was het grote voorbeeld. Die bleef tenminste bij zijn volk. Nou, dat is heel snel omgezwaaid, die stemming, want men ontdekte dat het juist wel goed was dat wij een regering hadden met een staatshoofd daar in Londen die zelfstandig kon beslissen wat de Belgen niet meer hadden. En eigenlijk teken van de omslag was 29 juni 1940, de verjaardag van prins Bernhard, toen iedereen een anjer opstak en met een anjer op door de stad ging lopen. En natuurlijk, je voelde je ineens weer verbonden. He, als je iemand zag met een anjer lopen, dan wist je die is goed. Prins Bernhard liep altijd met een anjer, dus je ging niet met een oranje strikje oplopen, maar met een anjer. Want daar kon nog niemand bezwaar tegen hebben, je mocht gewoon een bloem in je koopschat zetten. Morgen deel 2 van Verhalen uit de oorlog. Dan kijken we onder andere naar de Jodenvervolging in ons land. Mensen gingen ook, dat heb ik ook meegemaakt, die gingen dus gewoon vrolijk, gingen ze met een koffertje, gingen ze dus naar de Hollandse Schouwburg toe. Want die dachten, ja goed, we gaan naar een werkkamp of... Dat was nog niet dat ze wisten dat ze de dood in gingen. Maar die jongens, dat weet ik nog zo goed, die gingen en die keken en ik stond voor het raam. En die zwaaiden nog naar hem. En ik zwaaide terug, ik heb ze nooit meer teruggezien. Dat dus morgen om 17:15 in deel 2 van Verhalen uit de oorlog. Dames en heren, graag tot dan. Goedenavond.